Mijn vraag is eigenlijk naar energie toe, eigenlijk naar de zonnepanelen toe. Van wat met de subsidies van de zonnepanelen? Dat is wel grote bedrijven. Leggen enorm veel zonnepanelen en die krijgen daar ook enorm veel subsidie voor. Ik vind dat eigenlijk wel niet zo correct eigenlijk, naar de mannen in de straat toe. En, ja, het is, allez, hoe dan ook, we moeten iets doen aan het klimaat. Het is hier natuurlijk prachtig weer, maar als we niets doen, draait deze aarde naar de, draait kapot. Hè? Ja. En dus dat de overheid nu allerlei stimuli geeft voor zonnepanelen, bedrijven en fabrieken, is belangrijk. Maar je hebt overschot van gelijk. Ik denk dat als je hier in Brugge rondloopt, dat er heel weinig zonnepanelen zijn. Ja, klopt, zeker in de minder rijke buurten. Dus je gaat moeten een systeem vinden waardoor het ook voor Jan Modaal interessant is om te zeggen, ik leg zonnepanelen. En daardoor ben ik energiearmer, zuiniger. Wat we nu wel al gedaan hebben, is de Vlaamse regering is isolatiepremies, dat geldt voor iedereen. Ja, hè? Dat is voor uw dak en zo. Allee, daar kunt je nu al een stevige terugbetaling krijgen. Maar ik vind, als we het menen met energie, gaan we ook andere vormen van energie voor iedereen toegankelijk moeten maken. Want als we het niet doen, ja, dan gaat... Allee, ik ben geen milieuspecialist, hè, maar iedereen voelt, er is iets fout met dat klimaat. We moeten ingrijpen, anders gaat het. Allee, gaat deze mooie planeet naar de pomp draaien, hè, om het zacht uit te draaien. Maar ik vind dat een punt waar we moeten naar werken. Het mag niet alleen zijn dat de rijken en de bedrijven de middelen krijgen om energiebesparende maatregelen. Maar ook iedereen moet kunnen zeggen, ik wil iets doen aan dat milieu en ik krijg daarvoor steun van de overheid. Oh, ja. Fiscaal aftrekbaar of dingen. Je hebt gelijk. Okay. Dat is een punt dat we gaan doen. Okay. Bedankt.